in rustdag volgt dag 2 van het KPJ Vespo Pinksterweekend. Deze dag staat in het teken van de zeskamp. De vroege vogels zoeken alvast een plekje in de schaduw. Het ene na het andere team druipt binnen. Het ene team maakt er een heel tentenkamp van. En oh ja, hoe zat dat ook alweer met die tentstokken? En een ander team houdt het bij een parasol en een volgeladen koelbox. Aangezien de schaduwplekken bezet raken, zit er voor andere teams niks anders op dan in de zon een plaatsje te zoeken. De scheidsrechter en juryleden maken hun ronde over het veld om de spellen te verkennen en te controleren. Na deze controle krijgt men de laatste instructies van de organisatie en worden de juryleden toebedeeld aan de spellen. Dan kan de zeskamp van start gaan. Spel A. De zwenkwielfiets. Twee spelers zitten bij dit spel naast elkaar op een trapfiets met aan de achterkant een zwenkwiel. Als de speler links op de fiets trapt, gaat de fiets naar rechts. En als de speler rechts trapt, gaat de fiets naar links. De spelers leggen het parcours af langs de diverse paaltjes naar de overkant. Indien men op de juiste wijze de overkant heeft bereikt, is dit 1 punt. Spel B. Pingpongbal zuigen. Dit is een spel waarbij geen kracht nodig is. Alleen goed kunnen zuigen is een vereiste. Dus verder geen uitleg nodig, dacht ik zo. Het team die de meeste pingpongballen aan de overkant brengt, is de winnaar van dit spel. Spel C. Jungel geklungel. Bij dit spel hangen boven het zwembad touwen en moet men proberen om via deze touwen de overkant te bereiken. De bodem van het bad mag niet aangeraakt worden. Indien men de overkant bereikt, moet men met een tennisbal op een puntenbord gooien. En daarna gaat men weer terug naar het begin en neemt men de hindernis opnieuw. Spel D. De korfbaltoren. Op het veld staan 4 korfbalpalen van 3 tot 6 meter hoog. Als eerste moet er 1 bal door korf 1 voordat men naar toren 2 mag. Ook daar moet weer 1 bal door de korf voordat men weer verder mag. Indien men alle 4 de torens heeft gehad, begint men weer van vooraf aan.
Spel E. Bal, plank, bal. Een speler gooit met een boog een bal op de plank van de eerste twee spelers. Die proberen door middel van de plank met een slag de bal door te spelen naar de volgende twee spelers. En deze weer naar de laatste twee spelers. Het team wordt dan natuurlijk ook aangemoedigd door hun captain. Maar soms lijkt het net alsof ik hier een echo hoor. Coördinatie en samenwerking is bij dit spel erg belangrijk. Spel F. Touwbal. De kunst van dit spel is om het touw goed onder spanning te houden en hiermee de bal op te pakken. Extra moeilijkheidsgraad is dat de klompen niet allemaal op dezelfde hoogte staan en niet in dezelfde lijn. H. Pompen of verzuipen. De spelers hebben allemaal een emmer in de hand om water mee te scheppen. En als het fluitsignaal klinkt, gaat er een pomp lopen die water pompt in de bak waar de spelers staan. Dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Het is nu de bedoeling om met de emmers het water weer uit de bak te scheppen, zodat het water zijn maximale peil niet bereikt. Als het maximale peil niet bereikt wordt bij het eindsignaal, tellen het aantal centimeters water in de bak. Anders telt de tijd die men aan het scheppen is geweest. Let op, dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Spel G, de stormbaan. De stormbaan begint met een basejump. Na de basejump gaat men weer een helling op, waarna er vier grote ronde ballen komen, zoals bekend van Wipeout op tv. Hiermee kan men extra punten halen. We zullen doen aan met de stootkracht van de lodekracht. Om door te gaan, we zullen doen. We zullen doorgaan, tot met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan, met de wankelende zekerheid. Om door te gaan in een mateloze tijd. En dan nog een laatste reactie. Gewoon een pokerspel, dat is iets kunnen bedenken, hè?